Je moet een hoop spullen meenemen om met 300 militairen een lange tijd in het buitenland te verblijven. Zo'n 160 vrachtwagens rijden in kolonnen naar Groningen en daar gaat alles op de boot naar Turkije. Terwijl de kolonne vertrekt, krijgt de voltallige nationale en internationale pers de kans om een Patriot lanceereenheid in het echt te zien. De NAVO heeft Nederland gevraagd om te helpen bij de verdediging van Turkije tegen Syrische raketten. En wij zijn een van de weinige landen met het gespecialiseerde Patriot-systeem. En er zijn 3 landen binnen de NAVO die dat kunnen. Dat zijn de Amerikanen, dat zijn de Duitsers en dat zijn de Nederlanders. En Nederlandse politiek heeft daar positief op besloten. Dus ik ga die kant op. Ondanks dat het niet zonder gevaar is, kijken de mannen en vrouwen uit naar de missie. Ja, nieuwe ervaringen en vooral met je werk ook bezig zijn. Nieuwe omgeving, Turkije. We zijn een hechte club en vooral, je kent iedereen. En het is gewoon hartstikke gezellig. Het is gewoon leuk om met de mannen mee te gaan. En daar heb ik gewoon heel veel zin in en kijk echt naar uit. Dus. Aan de ene kant vind ik het heel mooi om met wapens in eruit te gaan. Aan de andere kant, ik heb thuis 2 hele lieve dochters zitten en een hele lieve vrouw. Dus dat is de andere kant van de munt, zeg maar. Maar ik kijk er wel naar uit. Want na jarenlang trainen wil je al het geleerde ook wel eens in de praktijk brengen. Dus voor mij zal het de eerste keer zijn als daadwerkelijk iets afgeschoten zou worden. Dus dat is natuurlijk een spektakel, maar de gevolgen, dat is natuurlijk niks. En ik werk in een engagement control station en daar druk ik uiteindelijk op de knop als het nodig is. Kijk je er naar uit om straks zo'n raket in het echt af te schieten? In het echt, daar kijk ik wel inderdaad naar uit, maar dan zou een oefensituatie beter zijn. Ja, vandaag vertrok dus het materieel per boot en morgen vertrekken de eerste 30 militairen vanaf vliegveld Eindhoven. De rest volgt eind januari.